Meneer de minister, mijn vraag gaat concreet over dit jaarrapport van de staatsveiligheid, waarbij de staatsveiligheid waarschuwt voor een toename van extremistisch geweld. Laat me duidelijk zijn, beste collega's, de democratie eindigt waar geweld begint. Wij als Vlaams Belang gebruiken ook wapens, maar democratische wapens, het vrije woord en het stempotlood. Als ik soms de verzuurde gezichten van links zie, dan heb ik het idee dat die voldoende pijn doen. Maar mijn vraag gaat daar natuurlijk niet over, meneer de minister. Mijn vraag gaat erover wat er in dat rapport staat. En wat lezen we daar op pagina 10? Dat de staatsveiligheid waarschuwt voor moslim-extremisten die onder die migratiestromen in ons land komen. Terwijl uw regering eigenlijk nog steeds de poorten wagenwijd open. Op pagina 11 lezen we dat de staatsveiligheid zich zorgen maakt voor islamieten die radicaliseren in de gevangenissen in België. En wat doet deze Belgische regering? We laten zelfs nog IS-vrouwen naar hier komen. In Nederland zijn ze al een stapje verder. Daar was afgelopen week in de Kamer een groot debat waarom moslim-extremisten huisjes bezitten, vakantiehuisjes bezitten in de Belgische Ardennen waar ze jihadkampen inrichten. Dus mijn vraag aan u, meneer de minister, is eigenlijk vrij eenvoudig. 1. Bent u bereid in te gaan op de vraag van de staatsveiligheid voor meer geld en meer middelen? Want wij vinden dat veiligheid belangrijk is en dat de staatsveiligheid, maar ook de militaire veiligheid en de federale politie meer middelen moeten krijgen. Maar veel belangrijker nog, bent u bereid om deze aanbevelingen, deze waarschuwing van de staatsveiligheid eindelijk ter harte te nemen en moslim-extremisme eindelijk aan te pakken en te stoppen met zo naïef te zijn met onze poorten van ons land wagenwijd open te laten staan en mensen, jihadisten, naar hier halen, want die radicaliseren toch en overtuigen alleen maar meer mensen om onze manier van leven te verwerpen en aanslagen te plegen. Meneer de minister, beste collega's, ik ben eigenlijk teleurgesteld. Ik had liever harde, concrete beloftes gehad voor meer middelen naar de staatsveiligheid. We houden hier een senaat in stand dat evenveel kost aan de hele werking van de staatsveiligheid. Dat is toch wel zeer opmerkelijk. En ik ben teleurgesteld in de collega's van links. Want links heeft toch altijd de pretentie dat zij een betere of meer moraal hebben dan die van rechts. Maar het is eigenlijk nog erger. Je hebt een dubbele moraal. Als het gaat over geweld van Black Lives Matter, dan is het omdat ze te weinig kansen hebben. Als het gaat over geweld van Antifa, dan minimaliseert je dat. Als het gaat over moslim-extremisme, dan zullen die mensen ongetwijfeld een slechte jeugd hebben gehad. Maar als het extreem rechts is, dan is er moord en brand. Bij het Vlaams Belang geen dubbele moraal. Iedere vorm van extremistisch geweld moet geobserveerd worden en aangepakt worden. Maar wij doen wel niet mee aan fake news en de perceptie dat hier gecreëerd wordt. 25 mensen van extreem rechts worden in doog gehouden, maar bijna 2000 moslim-extremisten. Maar we doen hier alsof het grootste gevaar is extreem rechts. Dat is gewoon de waarheid geweld aandoen.